Nou, hoe krijg ik dat nou in beeld? Ik heb een nieuwe tas voor het pedestrian werken. Dat is een beetje verkreukeld, maar het is een hele serieuze. Het is een... wat zit daaronder in? Er zit iets onderaan ingebouwd. Ik zal eens even kijken zo wat het is. Er zit ook een gat onderin. Het is officieel is het een gasmaskertas. Maar hij is nieuw. Nieuw old stock. En het grootste voordeel is dat hij waterdicht is. En dat was heel goedkoop, 6,95. Maar ja, super stevig. En ten opzichte van de andere tas, ik heb een reporters tas. Die is 2/3 van deze, denk ik. Maar deze heeft niet alleen meer ruimte, maar ik bedoel, er zit zo'n zakje aan. Daar kun je of een microfoon in doen of een seinsleutel. En hij is van binnen, heeft hij ook veel compartimenten. Kijken of ik dat met één hand red. Echt militair. Jullie, voor mij komt hij uit Polen. Maar kijk, je hebt dus ook nog hier allemaal vakjes. Wat handig is, als je verschillende dingen meeneemt, bijvoorbeeld antenne tuner. Ja, ik zie die reporterstas voor het werk wat dichterbij. En deze die zie ik voor als ik wat verder weg ga, dan kan ik een extra accu meenemen. En ook wat serieuzere antennespullen en zo. Nou, het lijkt op de video minder mooi dan dat hij is. Maar ik denk ook dat die kreukels er nog even uit moeten gaan. En hij is absoluut waterdicht. Dat is ook een groot voordeel. Wat onderin zit, het lijkt wel op kool. Koolstof. In een soort schuimplastic. Geen idee waar het voor dient. Het zal vast wel zijn om... restante viezigheid eruit halen. Maar hij is absoluut, hij ziet er echt ook ongebruikt uit. Maar ze zeiden ook, het is nieuw als stok. Dus hij is gewoon, heeft echt geen gebruiksporen. Dus dat ding, dat is gewoon nieuw. Ik laat het er maar in zitten. Kwaad kan het vast niet. Ik zal eens op zoeken op internet. Je weet wat het is. Ja, hoe krijg je zo'n tas nou goed in beeld? Er zit ook een stevige schouderband bij, dat is ook mooi. Heeft die andere ook. Maar, en ik had al een schouderband gekocht en ik dacht eerst van nou, misschien kan ik de Xieco wel aan die elastieken dragen. Dat ging dan niet zo makkelijk. Ja, ik kan in ieder geval goed uit de voeten.